Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Zoals jullie van me weten ben ik een groot fan van lange termijn denken. Lange termijn planning maken, vooruitblikken. En vandaag acties ondernemen om daar te gaan komen. Dus enerzijds heel erg in de toekomst denken. En anderzijds heel erg in het hier en nu leven. Ja, dus weten wat je te doen staat op deze aardbol, om het maar lekker zweverig te zeggen. En dan vervolgens actie ondernemen. Lekker praktisch bezig zijn. En ik denk dat je, als je kijkt naar de belangrijkste beslissingen die je kunt maken in je leven, dan is dat continu denken aan de lange termijn en daar nu actie op ondernemen. Is een voorbeeld. Stel je voor, je wilt gezond zijn. En je vindt gezondheid ook belangrijk. Nou, wie wil dat nou niet? Hè? Wie wil toch niet gezond, fit zijn, zich lekker voelen, goede conditie hebben, maar misschien ook een mooie spieropbouw hebben, spiermassa. Nou, gewoon alles. Je wilt gewoon dat je lichaam echt prettig, misschien ook wel mooi uitziet. Maar ook heel erg functioneel is. Dus ook een bepaald aantal kilometers kan hardlopen. Of je kunt een aantal kilo's dumbbells naar boven tillen of iets dergelijks. Nou, wat het ook maar is. Maar je wilt die gezondheid goed hebben. Dat is lange termijn. En je wilt dus vandaag al bezig zijn met die lange termijn. Dus dat betekent dat je vandaag wilt gaan sporten. Heel praktisch. Of dat je gezonde voeding tot je wilt nemen. Wat je dan niet wilt, is dat je op de korte termijn bier gaat drinken, gaat roken of ongezond gaat eten, gaat snoepen, op de bank blijft hangen in plaats van dat je gaat sporten. En misschien voel je nu al een beetje die frictie en die tegenstelling daartussen. Want wat ik merk is dat we vaak wel die dingen doen voor de korte termijn, omdat ze nu een lekker gevoel geven. En nu dat koekje nemen, nu dat chocolaatje eten. En dan heb ik het alleen op het gezondheidsgedeelte. Maar dit heb je ook met je bedrijf. En dus ook daar wil je op de lange termijn goed in elkaar zitten. Maar op de korte termijn wil je nu klanten hebben. Je wilt nu klanten hebben. Dus wat ga je doen? Je gaat nu heel erg pushen bij die klanten. Ja, ik wil jou nu hebben. Terwijl je op de lange termijn een relatie wil opbouwen met potentiële klanten die dan misschien over pas 1 jaar of 2 jaar bij jou terechtkomen. En daarvoor moet je blog schrijven. Daarvoor moet je heel waardevol zijn. Misschien wel video's maken. Een heleboel content geven zonder dat je daar ook maar iets voor terugkrijgt bijvoorbeeld. Dat moet je bereid zijn om te doen. En nogmaals, de allerbelangrijkste beslissing die je hierin kunt nemen is om je te focussen vandaag op de lange termijn. Dat klinkt dus heel tegenstrijdig, maar is het dus ook weer niet. Dus dat is inderdaad nu sporten. Dat is nu je mobiel laten liggen en die tijd besteden aan samen zijn met je kinderen. Of die tijd besteden aan de rommel opruimen, troep opruimen in je huis, wat je eigenlijk al een paar weken wil doen bijvoorbeeld. Of die tijd besteden, want dat is ook lange termijn, hè, dat opruimen. Want op de lange termijn zorgt het ervoor dat je niet alleen misschien gezonder bent, omdat je minder van die stofjes en zo in de lucht hebt hangen en noem het allemaal maar op. Maar ook dat je veel rustiger in je hoofd bent, hè, want hoe opgeruimder het natuurlijk in huis is, wat voor opgeruimder hoofd je er ook weer van krijgt. Dus het heeft allerlei weer verschillende effecten erop. En kijk eens voor jezelf naar jouw focus op dit moment. Dus waar ligt jouw focus? Hetzelfde geldt ook op financieel gebied. En dus als jij bijvoorbeeld 2000 euro verdient, geef jij dan die 2000 euro allemaal per se uit? En als het 3000 zou zijn, zou je dan die 3000 allemaal uitgeven? Of zou je een deel opzij zetten? Zou je een deel gaan sparen? Of nog beter, zou je een deel gaan investeren? Dus ga je een deel investeren in bijvoorbeeld vastgoed, in je eigen bedrijf of in aandelen. En kun je dat laten groeien op die manier, zodat het over 20 of 30 jaar door het rente-op-rente effect een veel groter bedrag kan zijn, zonder dat je daar nog iets extra's voor hoeft te doen. Maar je moet nu dan wel dat geld opzij leggen. En van dat geld kun je dan nu geen leuke dingen doen. Maar op de lange termijn geeft het je wel meer financiële ruimte en rust. Een paar voorbeelden van hoe je dit kunt aanpakken heb ik dus genoemd in deze podcast. En de allerbelangrijkste beslissing die je kunt maken is om die commitment te tonen vandaag
om vandaag de dingen te doen die op de lange termijn tot dat effect gaan leiden. Dus heb jij nu een beetje geld opzij en wil je dat of kun je dat eigenlijk gaan investeren, ga dat dan doen. Zit je nu te veel op je mobiel, ga dan vandaag actie ondernemen om dat te gaan verminderen voor jezelf. Als je jezelf vandaag voorgenomen om te gaan sporten, maar hang je toch nog een beetje op de bank, zet jezelf dan toch in beweging en ga sporten. Zet die stap. Vandaag. En morgen kun je deze podcast weer beluisteren, want dan wil je weer die stap gaan zetten. Okay? Dus als je deze podcast elke dag gaat luisteren en elke dag dat kleine stapje gaat zetten in de richting van je lange termijn, dan zou dat ook een enorme booster kunnen zijn. Dus dit was niet de tip die ik zomaar had verzonnen, maar misschien moet je dat wel gewoon als tip aanhouden. Dus elke ochtend luisteren naar podcast 401 om jezelf eraan te herinneren hoe belangrijk het is om nu actie te ondernemen op de lange termijn taken. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt. Laat me ook even weten in een reactie. Hoe ziet het er voor jou uit? Heb jij ook de neiging om meer bezig te zijn met de korte termijn dingetjes in plaats van de lange termijn dingetjes? Dat je te ongeduldig bent en dat je nu, nu dat resultaat al wilt zien, terwijl dat op de lange termijn pas echt effect gaat hebben? Ik ben benieuwd. Dus laat het me weten in een reactie op deze podcast. En ik hoop jou dan de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot. Start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.